Vrienden, vandaag op het programma Vlaamse friet. Ja, recept van een Belgische vriendin van mij, Karin. Ja, die heeft het mij gegeven. En die heeft tegen mij gezegd, alleen zeg tegen de Hollanders dat ze dit serieus nemen. Hey, ik geef het maar door, hè. Serieus met de Vlaamse friet. En dat begint met zonnebloemolie, jongens. Geen andere olie, niks anders nemen. Zonnebloemolie of ossewit. Even de twee. Kijk, en dan... Kijk. Ja, 3 liter gooi je erin. Ja, en dan ga je dat lekker opwarmen. En terwijl dat opwarmt, ga ik de aardappelen schillen. Zo. Ja, kilootje aardappelen schillen. Ja, daar ben je even mee bezig, hè. Ja, en dan moet je dus precies, want daar komt het op aan, precies frietjes snijden. Kijk, ja, dat is hem. Het is precies wat de Belgische vriendin zei. Ja, je moet dit heel serieus doen. De Vlaamse frietenwerk, dat is niet even maar zo, hoor. Hier, hè? En dan gooi ik deze nog even. Ja, ik denk dat ik deze ook in 3 doe, anders wordt het te dik. Kijk. En dan heb ik 3 mooie frietjes en die gaan er ook bij. Ja, en dan gaan we dus de patat, die hebben we dan gewassen. En dan gaan we het nog eventjes een beetje, heer, lekker, een beetje afdrogen in een handdoekje. En dan pakken we ze op en dan gaan ze hier, hup, het netje in. Zo, nog een paar erbij. Nou, en dan gaat hij, kijk met me mee, dan gaat hij het vet in. Hier, daar komt hij aan. Hoppakee, ja. En goed onthouden, 160 graden. Dat is de truc van de Vlaamse friet. Jongens, een minuutje of 5-6 ongeveer. Dit is de voorpret. Ja, want dit is het voorbakken. Kom aan. Dan gaan we ze hier in het papier gooien. Ja, en dan laten we ze gewoon, ja, 2-3 uur lekker een beetje koud worden. En dan gaat het echte bakken beginnen. Vrienden, we gaan door naar fase 2. Ja, van Harry's Vlaamse friet. Kijk, want dit zijn de jongens, die hebben we dus in het voortraject 160 graden gedaan. 5 of 6 minuten. En nou gaan ze er weer in. Nu zijn ze koud. We zijn 2-3 uur verder. En hier gaan we erin. Maar dan is het 180 graden. Goed opletten, want daar zit namelijk de truc van Harry's Vlaamse friet. Nou, daar gaan we dan, hè. Hup, erin. Kijk. Kijk mee. Hier. Ja. Ja. Spetter. Weet je wat het is? Het is precies hetzelfde als met het zachtgekookte ei. Je moet erbij blijven. Je kan niet weggaan. Hier ook. Je moet gewoon af en toe even kijken hoe bruin ze zijn. Kijk even mee. Begint al. Kijk. Begint al voorzichtig een kleurtje op te komen. Is dat even een kleurtje? Laat dat even hierin zo. Kijk. Hup. Een beetje zout erop natuurlijk. Ja, dat goed. Kijk, hup. Zo. Dan komt natuurlijk het moment. We gaan hem testen. Harry's Vlaamse friet. Oh jongens, heel gauw maken thuis. Ja!